Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag gaan we A naar B met kinderspeelgoed in één rechte lijn. Oké, jongens, wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan vandaag van A naar B in Oudekerk aan de Amstel. In één rechte lijn. Hele mooie rechte lijn inderdaad. En dat gaan we doen met kinderspeelgoed. Oftewel één groot goed verhaal. Ja, we moeten alleen even kijken wie wat gaat krijgen. Nou, ik vind deze wel heel goed bij mij passen. Ja, dag! Nee, dat gaan we natuurlijk niet. Ja, wat dan? Nee, we moeten gewoon steenpje en schaduw. Laten ze allemaal hier neerleggen en dan gaan we steenpje en schaduw. Oké, kom op. Ik wil in ieder geval niet de stelte. Ja. Nee, ik wil die ook niet. Nee, ik ook niet. Kijk, degene die wint... Dus eerst wint mag als eerst kiezen. Dat doen we, ja. Dus komt-ie. 3, 2, 1, streep, papier, schaar! Oh, lekker! Ik ga voor de skipperbal. Ja, fuck. Waarom dit altijd? Ja, ik kan niet lopen op die stelte. Dus nee, ja, ik kan. Jongens, succes! Streep, papier, schaar! Streep, papier, schaar! Streep, papier, schaar! Kanonnen! Godsamme. Ik kan hier helemaal niks mee. Probeer het. Ik kan dit echt. Ik heb dit nooit gedaan. Ik heb dit nooit begrepen. Ik weet niet eens hoe je dit doet. Nee, dit heeft echt geen zin, man. Goed vandaag. We ruilen wel, we zijn collegiaal. Ja, echt. Wil je ruilen? Ja, echt, we ruilen wel, vandaag. Top. We ruilen. Geruild. Van Ruilen komt huilen. Aha, ja, ja. We hebben de lijn even bekeken. Kan je vertellen, we komen water tegen. Ja, ja, een paar keer zelfs. Een woonwijk. Ja. Platteland. Plattelaan. Plattelaan. Een paar flats, maar daar kunnen we net omheen, denk ik. En... Jongens, we gaan naar onze startpunt. Ja. En we gaan beginnen. 3. 2, 1, go! Appakeel! Jongens, wacht op mij! Tot nu toe gaat het vrij makkelijk. Ja, het is dit gaat echt een hele lange dag worden. Mijn god. Hey, hey, ja. Ja, we hebben het geprobeerd. Er staat een hek. Oh, mijn benen. Hé hey, jongens, je moet hier even overheen. Ja, ik ben er wel snel. Nee, ik heb dit nu 50 meter gedaan, ik ben kapot. Ja, we moeten nog 955. Ja. Dat is echt top. Ah, wat een scheidzooi. Nee! Kan je vertellen, nog 900 meter. Huppakee, huppakee. Ik ga een tempootje maken, huppatee. Anders... ben ik nooit voor avondeten thuis. Kut, ik heb alsnog het verkeerde ding gekozen. Dit is echt helemaal kut. Ik zie een sloot. Nu al. Is dit diep of niet? Ja, maar het lullige is dat we eigenlijk zo moeten. Dus, maar we kunnen eerst naar die kant. Even kijken hoe diep het is. Nou, dit is wel heel diep. Nou jongens, ik ben in IJsland geweest. Maar dit water is ook net zo koud. Hoe kijk de fietsie dan mee? Ik zal het afklappen. Ah. Het is zo koud. Vang deze, vang deze. Oh ja, tuurlijk. Ja, gooi hem maar. 3, 2, 1. Ja, gooi maar. Ik vang hem. Ik beloof het je. Ja, echt top. Ah, net niet. Net niet. Jammer man. Mevrouw, ik snap dat het heel onbeschoft overkomt, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Oké, zo moet ik dan nog houden. Mogen we wel door je tuin? Top. Oké, 3, 2, 1. Ja! Oh, helemaal niet koud. Nee, hè? Oh, man. Oh, nee, ja. Oh, kut, mijn fiets. Oh, ik heb warm, man, jongens. Oh, sorry. Ik heb helemaal niet warm, man. Eén schaafie. Ah, maak je ook nog wat mee? Er komt wel water uit je kussentje. Echt. Ah, joh. Eindelijk weer een fatsoenlijke weg. Jongens, daar is de lijn. Die kant op. En als we een beetje mazzel hebben... Ik zie een mooi steegje, hoor. Een steegje. Top. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh nee, help. Nou, valt wel mee. Hebben we hier iets gewonnen? Ja, nee, bijna. Oh, serieus? Wat is er? Zingen. Ik ben een aapje op een driewieler. Onze lijn ligt eigenlijk daar, dus we zouden door dat huis heen moeten, maar die zijn niet thuis. Maar je mag van mijn huis. We kunnen alles meenemen wat we willen. We zijn gewoon binnen. Nee. Hey.
Nou, volgende sloot. Dit is wel weer een flinke. Ik hoop dat hij niet zo diep is. Kusje eerst. Gek, die ligt. Hoe voelt het, Giel? Voelt het koud. Wat gaat er nu doorheen? Het gaat door me heen dat ik een Mogol ben met stelten. In de sloot. Door een sloot. Oké. Okay. Die niet gewoon even via de brug kan lopen. Nee, dat is niet de toer. Oké, ga, go. Niet de toer. Ah, godverdomme, dat gaan we weer. Hoe voelt het? Gast, wat is het voor vraag? Koud en ik sta in een sloot. Nee. Wie heeft die lijn uitgekozen, jongens? Steef, jij, hè? Ik heb die lijn gemaakt, ja. Zie je, Steef heeft die lijn gemaakt. Lekker kleren, man. Lekker steekjes, snoepjes. Huppatee. Hallo. En er komt een hele lieve mevrouw aan. Nou, top. Vraag het lief. Goedemiddag. Hallo. We moeten van in één rechte lijn van A naar B lopen. Ja? En nou ligt uw huis precies op die rechte lijn. Ja? En nou vroeg was of we door uw huis in de achterkant weer eruit mochten. Ja, maar er zit een sloot. Hoe ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Een grote sloot? Nou, 5 meter breed. Oh, 5 meter. Dat is helemaal geen probleem. Oh, maar dit vind ik wel vervelend. Ja, ik vind het wel heel lief van u. Niet op het tapijt. We moeten hier doorheen, hè? Ja, maar hier is de volgende sloot. Ja, shit. Hé jongens, kijk, hier is het. Oh, hier is het. Oh ja, hier is die plas. Maar ik denk, als ik spring, dat ik misschien nog wel haal. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat je dan wel hard flikkert over het draadje. Kijk nou uit voor het draadje. Je gaat er gewoon op zitten, hè. Als je zou hond. Dat is helemaal niet. Ja? Kijk. Oh, kijk. Lala. Nou, dat gaat best soepel, toch? Kom maar. Zo, oh shit. Ja, we kunnen nou wegels. Ik verzuik helemaal, hoor. Dat is wel heel mogelijk. Ga weg. Wees zo heel mogelijk aan. Ja, maar mevrouw is alleen blij hiermee, want heeft ze weer uitzicht. Krijg je er niet meer uit? Dan kan je gelijk een boot aanleggen hier. Als je... Wrikken. Ja, pak ik. Kan je deze aanpakken? Gozer, hoe kan ik dat aan? Nou, dit is ideaal. Ik zak een beetje weg, jongens. Oh. Nee, jouw kipje wel even weer maken. Ja, dit is au. Echt misper. Pak even mijn skip. Ja. We moeten gewoon die kant op, jongens. Ja, daar is het eindpunt. We zijn echt net een paar huizen ernaast, maar los van dat liggen we nog aardig op de lijn, hoor. Jongens, dus het is nog een klein stukje. Ja, loop maar door. Hey, hier zouden we uit moeten komen. Ja. Hier zouden we uit moeten komen. Oh, dit is wel eigenlijk. Oh shit, kom. Ja. Dan oké. Een paar sloten verder. Een paar huizen verder. Een paar struiken verder. Een paar... Steegjes verder, maar we zijn. We made it! Ja! We made it! Ja! Officieel geslaagd, jongens. Lekker, boys. Lekker. We hebben het gehaald, we overleefd. We still got it! We still got it! Ja, yeah, we still got it! Ja! Yeah. 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 Hey, wat doe je nou? Je kan oh. Dat was hem, tot volgende week. Nou, het was weer echt een fantastische video. Geef sowieso even een duimpje omhoog. Laat in de comments even weten wat jij ervan vond. Ben je nog niet geabonneerd, doe het dan heel snel. En ga even naar onze website toe. Stuur daar jouw opdracht in en weet voor mij, dan voor je uit. Zalig zijn we weer met een vette serie. Later! Oké, daar zijn we weer. Jullie weten natuurlijk al dat roadtrippers terug gaan. Ja, roadtrippers komt terug! Ja, want we spelen dit jaar niet tegen één team, maar tegen 2 teams! Dus wil jij nou meedoen? Geef je dan nu op via www.mental.nl/roadtrippers. Meld je snel aan, want je hebt nog 2 weken de tijd en je weet spelen we dan tegen jou. Hey! Roadtrippers, kom terug! Roadtrippers!